Welkom bij de serie Een anarchistisch ABC. In deze serie doen we een poging om verschillende concepten vanuit een anarchistisch perspectief te benaderen. Deze woorden leven echter in een complex van betekenissen, invalshoeken en analyses. Deze teksten omvatten dan ook maar een kleine selectie. Ze dienen vooral als een introductie tot complexe onderwerpen. Waar nodig worden meerdere teksten, eventueel door verschillende auteurs, geschreven en opgenomen. De tekst die hier volgt gaat over antifascisme en is geschreven door Elvie. Inleiding: Als je tegen hiërarchieën en onderdrukking bent, dan is er niets logischer dan antifascisme. Het fascisme streeft namelijk een van de meest rigide en brutale vormen van hiërarchie na. Het is gebouwd op het verheffen van een denkbeeldige groep boven de ander. Ook binnen die denkbeeldige groep wordt de starre hiërarchie nagestreefd. De grote leider wordt aanbeden als een soort demigod met mythische intelligentie en krachten. Voordat er eentje is, zijn er altijd wel een paar aan het kibbelen om die titel. Grote leiders willen de macht zoveel mogelijk naar zich toe trekken. De wereld hoort namelijk volgens hen op één bepaalde manier te werken. Alle vormen van onderdrukking die in het kapitalisme al bestaan, worden uitvergroot en versterkt. Mensen die een wereld naar streven waar we elkaar als gelijkwaardigen behandelen, zijn de grootste vijanden van het fascistische systeem. Vrijheid en wederzijdse hulp passen niet in een fascistisch wereldbeeld. Zij die zich niet in het fascisme kunnen vinden, moeten zich maar schikken of sterven. Het antifascisme valt niet alleen in het domein van anarchisten. Als je een betere wereld nastreeft, is het eigenlijk noodzakelijk om antifascist te zijn. Het fascisme streeft namelijk een slechtere wereld na. Er zijn tussen de fascisten en niet-fascisten ook geen compromissen te sluiten. De fascist ontkent immers het bestaansrecht van groepen mensen. Er is geen middenweg mogelijk tussen het wel of niet erkennen van bestaansrecht. Dat is een binaire stelling. Waar maar twee antwoorden op mogelijk zijn en waarvan slechts eentje acceptabel is. De vraag of een groep mensen het recht heeft om te bestaan, kun je niet beantwoorden met misschien. Er zijn dan ook genoeg niet-anarchistische antifascisten te vinden over het hele politieke spectrum. Een specifiek anarchistische invulling van het antifascisme bestaat echter wel. Anarchistisch antifascisme. Het einddoel van het antifascisme is het vernietigen van de fascistische beweging. De hoop is natuurlijk dat dit zonder bloedvergieten kan, en dit is hypothetisch gezien ook mogelijk. Het belangrijkste verschil tussen een fascist en een anarchist is namelijk dat fascisten mensen haten om onveranderlijke karakteristieken. Je huidskleur kun je niet zo makkelijk veranderen. Als je volgens fascisten dus in de verkeerde groep zit, dan zul je nooit bij ze kunnen aansluiten. De fascistische beweging zal altijd een bedreiging zijn voor de mensen waar ze afgunst voor hebben. Een fascist kan echter besluiten om geen fascist meer te zijn. Ze hebben zelfs de keuze om antifascist te worden. Een ex-fascistische antifascist die redelijk bekend was als fascist, zou ongetwijfeld met wat argwaan worden aangekeken. Het vertrouwen kan echter gewonnen worden en die kan uiteindelijk omarmd worden door de antifascistische beweging. Historisch blijkt het echter niet een zeer succesvolle strategie te zijn gebleken. Ze zeggen zelfs immers dat ze liever dood dan rood zijn. Wanneer fascisten door de straten marcheren en lugubere stunts rondom moskeeën en synagoges uithalen, is hier wel degelijk verzet tegen nodig. Hoe succesvoller de fascisten namelijk denken te zijn, hoe extremer hun daden zullen groeien. Een gefaalde mars waar ze geen meter konden marcheren zal niet bepaald voelen als een succes. Fascisme en kapitalisme. Het fascisme zelf kan echter pas overwonnen worden als de voorwaarden die het fascisme schept ook overwonnen zijn. Het fascisme ontstaat wanneer het kapitalisme in gevaar of potentieel gevaar is. Wanneer bijvoorbeeld een risico is dat er een sterkere anticapitalistische beweging komt. Dan worden gevoelens van afgunst en haat die in de maatschappij bestaan aangewakkerd om arbeiders tegen elkaar te mobiliseren. De groep arbeiders die bepaalde privileges hebben in de maatschappij, worden opgezweept tegen arbeiders die die privileges niet hebben. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld witte arbeiders. De manier waarop fascisten hun beweging populair maken. Is door die geprivilegeerde arbeiders te laten geloven dat de andere groep arbeiders een gevaar vormt voor hun privileges. Als fascistische leiders daar succesvol in zijn, dan gaan arbeiders niet samen voor een betere wereld strijden. In plaats daarvan zullen ze strijden tegen elkaar, waarbij de kapitalist er met het bot van doorgaat. Als de fascistische beweging een grote leider heeft geïnstalleerd, dan voltrekt zich in korte tijd een uitroeiing van de oppositie. Het leven wordt dan voor iedereen veel lastiger. Hierarchie sloopt immers iedereen. Historisch zijn veel fascistische dictaturen opgevolgd door een periode van democratisering. Als de linkse oppositie in de maatschappij immers vernietigd is, dan is het kapitalisme weer veiliggesteld. Conclusie. Uit deze analyse volgt dat het vernietigen van de fascistische beweging niet genoeg. Of eigenlijk niet eens mogelijk is zolang het kapitalisme bestaat. Als het ons lukt om alle fascisten over te halen antifascist te worden, zonder het kapitalisme te verwerpen, dan kunnen we op zijn best marginale sociaal-democratische verandering verwachten. Het kapitalisme heeft historisch laten zien dat fascisme niet de enige manier is waarop het zichzelf probeert te verdedigen. Door middel van sociaal-democratische veranderingen zullen de bazen proberen om de arbeiders als het ware om te kopen met wat extra loon, een meer toegankelijke hypotheek en wat extra prulletjes. Het kapitalisme kan ons nooit voldoening geven. Er is dan een korte periode van euforie over deze omkopingen, maar uiteindelijk blijken we echter nog steeds te moeten werken voor een baas. We blijven vervreemd van onze arbeid en elkaar. Dit zal onherroepelijk tot een vernieuwde socialistische beweging leiden die opnieuw weer een gevaar vormt voor het kapitalisme. Zodra het vleien niet meer werkt, komt het disciplineren. Zodra het disciplineren niet meer werkt, komt het uitroeien. De sociaal-democratische omkoping van de late jaren 40 en 50 werd gevolgd door neoliberale disciplinering vanaf de jaren 60. Nu die neoliberale disciplinering steeds minder goed werkt, rest de baas een keuze. Terug naar de sociaaldemocratie of op naar de uitroeiing. Als wij voorgoed van het fascisme af willen, is het niet genoeg om fascisten te bekeren en hun beweging te bestrijden. Het is noodzaak om te zorgen dat fascisme nooit meer een optie kan zijn. We zullen het kapitalisme omver moeten werpen. Als we het fascisme willen bestrijden, moeten we wel weten waar we het over hebben. Vooral ook over wie. Je hebt zowel standaard neonazi's in uniform als fascisten met boreale praatjes in pak. Je ziet ze tegenwoordig overal. Antifascistische onderzoeksgroep Kafka brengt in kaart wie het zijn en bij welke club ze horen. Op kafka.nl vind je artikelen en een overzicht van actuele extreemrechtse activiteiten. Informatie is munitie, ook tegen fascisme. En een gewaarschuwd antifascist telt voor 2. Antifascistische onderzoeksgroep Kafka. Kafka.nl